Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 21 juni. Vandaag in het journaal. Nederlandse ambassadeur oriënteert zich in het RKZ. Deze week nieuwe lading vaccins vanuit Nederland. De Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan zegt dat Nederland geen afgedankte vaccins stuurt naar Suriname. De ambassadeur van Nederland, Henk van der Zwan, was onlangs op een oriëntatiebezoek bij het RKZ. Hij kreeg daar een rondleiding op de nieuwe vleugel die is opgezet voor de cohortafdeling. Ook wilde de ambassadeur weten hoe de medische specialisten die vanuit Nederland zijn overgekomen de situatie ervaren. De rondleiding werd gedaan door directeur Hindori. Ik heb hier gewerkt 10 jaar lang, dus ja. Ik kom regelmatig terug. Ja. En nu, zeker met deze COVID-pandemie, ben ik mijn collega's komen ondersteunen. Ja. Want het is, het was echt nodig. Ja. En gelukkig zijn er kort daarna is er een heel team uit Nederland er nog bij gekomen. Ja. Waaronder Melvin en andere artsen die binnen zijn op dit moment. Hè? En wat het plan is geweest, dat heeft weer het Outbreak Management Team van Suriname besloten dat wij hier van 5 IC-bedden naar 10 IC-bedden gaan met de ondersteuning van materiaal uit Nederland, maar ook personeel. Ja. En daar zijn we druk mee bezig en intussen hebben we 2 van de 5 extra bedden geopend. Ja. En ik denk dat vandaag we 3 halen en ik hoop dat we maandag op de volle 10 bedden in totaal zitten. En zijn dat mensen die eerst hier al in het ziekenhuis waren en op zaal liggen en dan opgeschaald moeten worden of die van buiten komen? Ook, ja. Maar er zijn ook mensen die van het Wanica komen of van het Academisch Ziekenhuis. Ja. Want we hebben ook een landelijk IC-nummer in het leven geroepen, waar alle IC-capaciteit wordt gemeld. Ja. En er zijn echt heel veel IC-opnames, dus alle IC's liggen eigenlijk chronisch vol. Ja. En elk bed wat wij erbij creëren, wordt meteen gevuld. Aha. En dus de nood is hoog. Er zit heel veel vraag naar het IC-bed. Ja. Ja. En hoe lang verblijven de patiënten doorgaans op de IC-afdeling? Ja, langer dan de gemiddelde IC-patiënt. Ja? Ja, het is niet een korte opname COVID. Ze zijn erg ziek. Ja. Ze verzwakken ook heel erg in de eerste week. Ja. En als ze het al halen, dan is de herstelperiode heel lang. Ja. Dus we hebben niet alleen veel aanbod, maar ook langliggers. Ja, ja. En dat is echt een probleem. Ja. En als je kijkt naar de leeftijd, verdeling man-vrouw, wat is de populatie? Wie gaat dan naar de IC? Zijn het jonge mensen, oude mensen? Ja, iedereen mag naar de IC, dat vooropgesteld. Ja. We hebben in Suriname vanwege de tekorten zijn er maximaal leeftijdsgrenzen genoemd, maar nog niet echt toegepast als ik het goed begrijp. Ja. Uh-huh. En wat wij op de IC hebben liggen, dat is een beetje het beeld, zijn mensen vanaf een jaar of 20 tot een jaar of 70. Aha. Dat ligt het meeste op dit moment bij ons. Okay. Ja. Is het erger of is dit wat je had verwacht toen je hier kwam? Nee, het is heel erg. Ja? Ja. Het is echt erg. Ja. En de cijfers die nu zijn. Ik heb niet de laatste cijfers, maar het lijkt niet zo dramatisch te stijgen als we de afgelopen weken hebben gezien. Ja, ik ben ook niet de epidemioloog, maar als ik zelf naar die cijfers kijk, zie je dat we eventjes naar beneden gingen. Mm-hmm. Toen dachten we zijn over de piek van de golf heen en toen ging hij weer omhoog. Ik heb het vooral over het percentage aan positieve besmettingen als je naar de swab kijkt. Maar dat geeft de beste indicatie. Absolute aantallen hangen natuurlijk af hoeveel swabs je doet. En het percentage geeft je een beeld hoe het fluctueert. Ja. En we zijn niet nog sterk aan het pieken, maar ik vind ook niet dat we echt aan het dalen zijn. Dus ik zou zeggen, we zitten nog midden in die golf. We zitten nog midden in die golf.
Ja. Iedereen doet zijn best. Iedereen draait ook echt meer diensten dan normaal. Ja. Het is echt niet te vergelijken met Nederland, denk ik, als je Melvin. Want daar heb je nog heel goed het arbeidstijdenbesluit. Ja. Ja, dat is hier eigenlijk gewoon losgelaten. Ja. Er zijn verpleegkundigen. Ten eerste is niemand adequaat geschoold voor de intensive care. Ja. Slechts enkelen. Ja. Maar ze doen wel allemaal hun best. Ja. En daarnaast draaien ze nog dubbele diensten. En als er iemand uitvalt, dan werken ze door. En het is echt dus een hele zware belasting. En ook de omstandigheden waarin ze moeten werken. Hier op de oude IC van ons doet de airco het al niet. Mm-hmm. Nou ja, dan moet je je voorstellen dat je in al die beschermende kleding binnen moet lopen. Ja. Dan heb je dan breekt het zweetje al uit. Ja, en dan moet je ook nog de patiënt verzorgen. Ja. Dus echt actief bezig zijn, nou dat is echt ondraaglijk daarbinnen. Ja. Ja, maar ze doen het gewoon. Ik heb ze nog niet horen klagen. Ja. Ik zei tegen ze, jongens, hoe kan dat? Ik was al lang gestopt hier. Ja. En gelukkig hebben onze 5 andere bedden die we bezig zijn te openen, daar is de airco wel werkzaam. Ja. Ja. En ik hoop dat deze ook op korte termijn het gaat doen. Maar, de omstandigheden, en dan heb je nog heel veel andere secundaire dingetjes die niet kloppen, wat extra stress geeft. En dat hakt er toch wel een beetje in, allemaal. Ja, zeker. Er zijn ook wel goede initiatieven. Mijn tandarts uit Suriname, die is met een aantal mensen hebben ze bedacht dat psychologische hulp welkom zou zijn voor de mensen die werken. Ja. En die hebben dat als particulier initiatief opgezet. Ja. En nu zijn er inderdaad teams van psychologen die dagelijks na de shifts beschikbaar zijn om te praten met ons personeel. Oh, dat is goed. Zodat je even je hart kunt luchten. Oh, dat is heel goed. En dat de weerbaarheid van het personeel wat verhoogt. Okay, dat is heel goed. En hoe gaat het, zeg maar, jullie reguliere werkplekjes in Nederland, verschillende ziekenhuizen en zo. Ja. Wordt dat een beetje, werken die mee? Wordt het gefaciliteerd dat je, als je zegt ik wil graag de Suriname om... Enorm. Ik moet zeggen dat ik het in het Maastad heel erg heb getroffen met mijn collega's, want die hebben mij standaard al, geef ze me in het rooster ruimte om naar Suriname te kunnen komen, ook buiten de COVID-tijd. Maar ik begrijp van het team wat recent is gekomen, dat hij heeft een heleboel vrije dagen van zijn collega's gekregen, gedoneerd gekregen. Oh, geweldig. En er zijn ziekenhuizen die een bonus geven aan personeel wat meegaat. Ja. En zo zie je toch heel, heel goede initiatieven van de verschillende werkgevers. Oh, dat is mooi. Ja, zeker goed om te zien. Oh, dat is heel goed. Ja. De mensen die hier terechtkomen, zijn niet mensen die zijn gevaccineerd. Nee. Dus vaccineren blijft gewoon belangrijk. Belangrijk. Ja. Nee, dat proberen we ook echt er steeds in te hameren. Ja. Het eerste wat ik zei toen ik hier terug was, de vraag aan mijn OK-personeel en aan hun OK-personeel en de IC, van zijn jullie gevaccineerd? Ja. En tot mijn grote schrik was een groot deel niet gevaccineerd. Uh-huh. Maar de afgelopen week hebben heel veel mensen toch ingezien hoe belangrijk het is. Toen waren de vaccins op en gelukkig zijn er toen wat eerder uit Nederland de vaccins gekomen dan begin juli. Want dat zou echt laat zijn geweest. En nu zie je dat er steeds meer mensen doordrongen raken van het feit dat vaccineren belangrijk is. En dat is goed. Ja. Want iedereen eigenlijk is nagenoeg iedereen die wij behandelen niet gevaccineerd. Mm-hmm. Een enkeling hebben we die een vaccinatie heeft gehad, maar dan te kort geleden. Ja. Dus die worden ziek in de eerste week na de vaccinatie. Ja. Nederland stuurt deze week nog een partij vaccins naar Suriname. Dit heeft de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, zondag kenbaar gemaakt. Woensdag 23 juni zal de tweede lading van 60.000 AstraZeneca-vaccins worden verzonden. Zondag 27 juni volgen nog eens 100.000 doses. Omdat Suriname momenteel al met het AstraZeneca-vaccin prikt, kunnen de komende leveringen meteen worden ingepast in het al lopende vaccinatieprogramma. De donatie levert geen vertraging op voor het Nederlandse vaccinatieprogramma. Minister De Jonge heeft toegezegd uiteindelijk 500.000 tot 750.000 vaccins aan Suriname te willen doneren, afhankelijk van de levering aan Nederland en de behoefte in Suriname. Eerder deze maand stuurde Nederland daarom al 90.000 vaccins, zuurstofcontainers, beademingsmachines, persoonlijke beschermingsmiddelen en een medisch team naar Suriname.
En toch wordt er op social media nog steeds onjuiste informatie verstrekt over het vaccin. We nemen van social media een paar comments die men geplaatst heeft onder een post waarbij bekend werd gemaakt dat Nederland opnieuw vaccins stuurt naar Suriname. Laten we samen kijken naar enkele comments en dan zullen we proberen van hieruit erop in te gaan. We beginnen met de eerste reactie. Ik wacht op de Russische en Chinese versie. Laat me deze persoon geruststellen. Als alles vlot verloopt, hebben we maandag 100.000 vaccins van het merk Sinopharm uit China. Dus dan kunt u gerust uw Chinees vaccin halen, zolang u weet dat u en uw naasten kan beschermen. En als u weet dat als men zich vaccineert, we weer naar het normale kunnen, zoals dat nu in vele landen al te merken is. Tweede comment. Deze persoon beweert dat heel het land dood zal gaan, behalve haar gezin, want die doen voorlopig niet mee. Ik weet niet als deze persoon zich ervan bewust is wat er zich afspeelt op de IC en op de checkpoint van het academisch ziekenhuis. Nu bijna 500 mensen die zijn overleden aan COVID en geen van ze waren gevaccineerd. Dus wil ik u aanraden, vooral hoe u een gezin heeft, bescherm u uzelf in het belang van uw gezin. U kunt overal besmet raken en het kan voor een hele vervelende situatie zorgen. Derde en vierde comment. Deze gasten zeggen dat wat niet goed werkt voor Nederland, ze sturen naar Suriname. Laat mij jullie duidelijk maken voor het geval u niet het juiste nieuws volgt uit Nederland. Het AstraZeneca-vaccin wordt in Nederland nog steeds toegediend. Vooral bij de 60-plussers. Nederland heeft een overschot aan verschillende vaccins. Nadat er negatieve berichten over het AstraZeneca-vaccin werden verspreid, ging Nederland ertoe over om het vaccineren met dit vaccin on hold te zetten. Maar na grondige onderzoekingen is gebleken dat de berichten niet op waarheid berusten en is men toen weer begonnen met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. En dat tot de dag van vandaag. We laten nogmaals de ambassadeur van Nederland aan het woord. We hebben in Nederland heel veel, al miljoenen doses AstraZeneca besteld. En ook weggezet bij de mensen, weggeprikt bij de mensen. En gaandeweg bleek dat we eigenlijk een overschot hadden. Dat wij meer vaccins hadden dan we in feite nu nog nodig hebben. En met dat in het achterhoofd is ook gezegd, nou laten we het land wat het echt nodig heeft, laten we kijken of we dat kunnen overdragen aan Suriname. En we hebben expliciet van de Surinaamse regering 3 weken geleden het verzoek gekregen om alsjeblieft AstraZeneca te gaan leveren. Want dat is natuurlijk al wijdverbreid hier in Suriname. Mij zijn ook eigenlijk geen noemenswaardige nadelige gevolgen daarvan bekend. Dus de vaccins die op dit moment, als ik het woord overtollig gebruik, dan heeft dat misschien bij sommige mensen een negatieve bijklank, maar zo is het niet. Het zijn gewoon hele goede vaccins die wij op dit moment in Nederland even niet nodig hebben. En vandaar sturen we dat naar onze vrienden in Suriname die het wel nodig hebben. U weet, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd dat het veilig is. Er waren af en toe wat twijfels. En als gevolg daarvan heeft toen de Nederlandse overheid besloten om het vaccinatieprogramma eventjes stop te zetten. Maar toen bleek dat de negatieve gevolgen eigenlijk verwaarloosbaar klein waren, heeft men weer besloten om het gewoon toe te dienen. En het wordt nu ook, as we speak, in Nederland nog steeds gebruikt. Dezelfde vaccins die hier nu aan Suriname geleverd gaan worden. En waarom stuurt Nederland niet een ander vaccin, maar alleen AstraZeneca? Suriname heeft een verzoek ingediend bij de Nederlandse overheid voor AstraZeneca, omdat al heel wat mensen met het AstraZeneca-vaccin zijn gevaccineerd en geen enkel ernstig geval zich heeft voorgedaan. Integendeel is het bewezen dat het vaccin mensens levens gered heeft. Luister nogmaals wat oma Vismalen gisteren gezegd heeft. COVID is geen grap. De mensen die denken dat COVID een grap is, het is geen grap. En ik geloof er ook in. Het is een besluit. Ik was zo een tegenstander. Totdat dokter Bakker mij in zijn programma heeft kunnen overtuigen dat het beste is om het spuitje wel te nemen.
Ik heb toen, ik ben iemand van, als ik iets hier krijg, moet ik het uitvoeren. Ik weet dat mijn gedachte, mijn eerste gedachtegang altijd de juiste is. En toen ik het kreeg van, ga, heb ik het gelijk gedaan. En we zijn met z'n drieën gegaan. En we hebben als twee COVID-patiënten in het huis kunnen blijven met mijn man van 83 jaar, die het niet heeft gehad. Het was zwaar voor hem. Soms werd hij heel boos op ons als we zeiden. Want het is, je hebt mensen in huis en in feite kun je niet echt communiceren met de persoon. Maar hij is beschermd geworden en hij is ook een heel gelovig mens. Hij is beschermd geworden en hij heeft het niet gehad. Want ik denk niet dat dat prikje iets te maken moet hebben met je geloof. Het moet te maken hebben met je gezondheid. Je moet erin geloven, je moet alle informatie tot je nemen en voor jezelf tot het besluit komen van nee, ik denk toch wel dat dat prikje mij kan beschermen. En ik denk ook dat hij mij beschermd heeft. Ik ga ervan uit gewoon, het heeft me beschermd in deze situatie. Mogelijk als ik het niet had genomen, dat ik op de IC beland was. Misschien uit de IC gekomen is, want als het nog niet je tijd is, ga je niet. Maar dan had je veel meer meegemaakt dan dit wat je tot nog toe hebt meegemaakt. En we zijn voor vandaag weer aan het eind gekomen van dit journaal. Morgen zit hier Clifton Braam, die het journaal aan u zal presenteren in het Stranantongos. Goedendag.